zo slecht. Het ging echt niet goed. Welkom bij deze nieuwe video. In deze video zijn de clubkampioenschappen. We rijden hier soms best wel veel auto's door de straat heen. Dus ik hoop dat er nu even geen auto's komen, want dat maakt best wel veel geluid. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik zit nu op mijn Koolerij dekbed. Want ik heb een dekbed voor een verjaardag van Koolerij laten bestellen. En ja, superleuk. Ik ga nu naar de manege. En dan ga ik lekker met Lady voor de laatste keer mijn proefje oefenen, denk ik. En ja, dan ga ik jullie meenemen in de voorbereidingen. En natuurlijk de clubkampioenschappen zelf. Ja, het is inmiddels al donker geworden, want het is 5 uur geweest. Ik ben nu aangekomen met mijn neusje en ik ga nu even lekker paardrijden. Ik mag lekker Lady rijden, dus ik ga haar nu even pakken. You're a rebel, getting into trouble. You are kind of like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You will never backing down, backing down, backing down. Voor wedstrijd. Ik doe even mijn klompjes aan.
Deze tweetjes gaan even naar buiten. Want ik moet mijn paard terugspelen uit de auto. Oké, ik heb de autosleutel nog niet. Dus die ga ik even pakken. Autosleutel. Even naar buiten. Hallo. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Gaat het goed? Mooi. Mooi. Mooi staart. Staartje, staartje. Oh. Oh. Ik sta al best wel een tijdje buiten. Ik merk nu pas dat het een beetje regent. Want ik zie het dus op de auto. Ik heb hier... Ah, die staat op mijn Christiedekje. Dat is niet zo heel erg lekker. Ik heb hier mijn spulletjes staan. En die neem ik nu even mee naar binnen. Ik sta nu even hier op het aanrecht mijn cap schoon te maken. Kijk, wat een mooie cap. Want ja, hier het zit je wel een klein beetje. Met een beetje vlekjes. Nou. Kijk, hier een beetje vlekjes en zo. Dus dat probeer ik even af te halen. Dus ja. Oké, nou. Ik heb hier even zwarte en blauwe schoenpoets. Deze is dus van de schoenmaker. Want we hadden mijn laarzen toen een keer naar de schoenmaker gedaan. Ik had toen zwart spoorriempjes om. En dat ging toen een beetje afgeven. Dus dit is dus de perfecte kleur voor deze laarzen. Twee borstels. Eentje om schoon te maken en eentje om uit te borstelen. Sorry voor dat snoepje trouwens. En zwarte schoenpoets voor mijn joppers. Want die kunnen ook wel even een beetje een poetsbeertje gebruiken. Zodat deze natuurlijk ook helemaal netjes blijven. En zodat ik er hopelijk nog heel lang op door kan lopen. Het is nu donker en ik heb mijn laarzen in het vet gezet. En ik ga ze nu even uitpoetsen. Dit zijn mijn laarzen geworden. Echt gewoon geen enkel wit schuurplekje meer. En dit zijn mijn joppers geworden. Het is echt bizar. Oké. Heen, je kan het niet zien, maar het is vandaag zondag. Ik ben echt tering zenuwachtig, maar dat maakt niet uit. Het is nu 10:55 en ik ga zo meteen weg. Ik moet nog even wat make-up op mijn gezicht doen. Ik heb mijn nageltjes gelakt in het blauw. Maar deze hand is wel gelukt, maar deze niet. Dus die laat even niet zien. Nee, maar er gaat toch handschoentje overheen. Dus dat maakt niet even niet uit. Ik ga dat nu even doen. En dan, ja, dan zie ik die denk ik weer bij de meisje. Oké, okay. Nou we zijn nu Lady aan het klossen. Nora moet ook op Lady. Dat is zo goed. Lady. Pas. Heb je een nummer van deze? Kijk, we hebben nu knutjes gemaakt. Een paar leek tevreden over, deze niet. Oeh, what the fuck? Dit rijtje niet, maar dit is wel prachtig. Ik ga deze opnieuw doen. Nou, ik heb alles aan. En Lindy gaat Renske zo meteen voorlezen. Ja. En Anouk gaat inrijden. En we hebben net even wat content gemaakt voor Insta. Dus in de beschrijving staat een linkje van mijn Insta. En ik zal die van Lindra ook even bijzetten. When you're down and you stare at your window, hoping that you'll come up with some words to say. That's not okay. When you feel like you're fed up with heartbreak, and you know that you can't take another day.
Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now,
het niet zo uithalen. Maar het ging zo, zo, zo slecht. Het ging echt, echt niet goed. Kan gebeuren, hè, lady. Het is wel kut dat je dan in de les gewoon goed van elkaar hebt. En dat je gewoon bij de clubkampioenschappen, dat je dan de mis in gaat. En het was ook geen fout. Het was gewoon slordig. Er zaten, nou ja, een beetje kus, lady. Even wat terug. Kup. Er zaten gewoon wat foutjes in. En dat kan gebeuren. Het is wel kut. Ik vind het gewoon echt even een beetje shitzooi nu. Maar het verruimen ging wel echt heel mooi. Dus ik hoop dat Lynn dat mooi op de riemen heeft. We gaan even uitknotten, even afspoelen en dan mag jij ook weer lekker in de riemen staan, hè? Ja. Liefje. Nou, het is heel erg geslaagd. Lynn, vertel. Ik ben clubkampioen met de hoogste dagscore. Wat was mijn score? Staat er toch op, jongens, Siep? Waar? Ik heb hem niet. Oh. 73? Oh. Drie. Nee, die procenten. 73,71. Nou, Robin, vertel. Nou, ik ben tweede geworden van de paarden van Pony. Met paarden. Paarden. Met Riley. Met oh, hoeveel procent? 78,571. Dat kan niet. 68. En Lieve? Ik ben derde geworden met Taffy in, met 66,183. Ieder pony. Ja, ik heb een paard, jongens. En ik heet ook in één keer Lieke. Oh, geweldig. Nice. En Anouk, hoe heb jij het gedaan? Ik heb het slecht gedaan. Nee, grapje. Ik heb het ook wel goed gedaan. Ik heb een troostprijsje gekregen met 63,143%. Nou, dat is mega goed, meid. Nou, zullen jullie TikTok maken? Nou, jongens. Dit. Hier wil ik het even niet over hebben. Nee, grapje. Het is wel even nodig om over bij te praten. Er is heel veel gebeurd in deze proef. Het was echt een slechte proef. Ik heb punten gereden waarvan ik denk. Die jury heeft me echt gemist. Ik heb 63%? Volgens mij. Weet ik niet zeker. Ja, volgens mij 63, nog wat. En 221 punten. Het was gewoon een F-proefje, dus het is op zich gemiddeld. Maar ik vond dit echt slecht gereden voor mezelf. En ja, ik had gewoon heel veel dingen beter kunnen doen. Kunnen we nu niet meer veranderen. Gaan we het de volgende keer anders doen? Jazeker, hier leren we juist meer van. En dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. En dan op naar de clubkampioenschappen springen. Want dan hopen we dat we wel clubkampioen worden. Even een dikke shout-out naar Lynn. Want oh my god. Die heeft echt super mooie reels gemaakt. Dus love you. En doe blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hieronder. Zie ik je heel graag weer bij de clubkampioenschappen springen.